Welkom bij NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag hebben we het over, en wat is het eigenlijk? Ja Maurice, we kunnen het heel simpel houden. Het is een buslucht. Nou Ricardo, dus het is een buslucht, maar wat moet je ermee? Nou, wat we even mee moeten doen eigenlijk, is waar we het heel goed voor kunnen gebruiken. En ik wilde dit onderwerp juist dit keer naar voren brengen, is dat ik maak zelf ontzettend veel mee bij de mensen mee. Is dat ik van mijn klanten krijg te horen, is van mijn laptop wordt warm, hij wordt heet. Mijn computer valt af en toe wel eens uit, ja. Terwijl ik gewoon aan het werk ben. En dan krijg ik toch al vaak te horen van... Heb dat niet te maken met dat het te warm wordt, dat ik te lang werk? Nou, waar het eigenlijk mee te maken heeft, is... De mensen hebben wel een klein beetje gelijk, moet ik zeggen. Want hij wordt te warm. Ja. Nou, en wat doet zo'n buslucht? Die gebruiken we om het stof wat de laptop of ook de computer naast zichzelf toezuigt... Ja. Ook weer te kunnen verwijderen. Oké. Maar kan je niet gewoon een stofzuiger pakken? Nou, stofzuiger... Kan je gebruiken, maar die gebruik je eigenlijk pas wanneer je die lucht hebt geblazen eigenlijk uiteindelijk met zo'n bus. Want wat gebeurt er nou is door, als wij stof hebben en we hebben een stukje hitte, ja. Dan blijft dat stof plakken. Nou, een stofzuiger is gewoon niet sterk genoeg om dat stof er toch nog uit te halen. Dus wat doen we dan met zo'n buslucht? Gaan we juist met die druk gaan we de stof losblazen, waardoor we dus daarna met de stofzuiger... de overige deeltjes stof kunnen verwijderen. Oké, maar voor mensen die bang zijn om zo'n kast open te maken... kunnen het beter bij een expert laten, of niet? Dat wel. Zeker als we gaan praten over een computerkast. Als we een computerkast openen, dan zeg ik wel altijd bij... als we er geen verstand van hebben en toch een stukje angst hebben... wat heel normaal is, Moïs. Zou ik zeggen, laat dat door een professional doen. Maar voor de laptop... Ja. Zien we nog eens aan de laptop, aan de zijranden, kan ook wel aan de achterkant zijn van de laptop, zien we nog wel eens zo'n soort koelribben. We zien er van die kleine speetjes zien we daartussen zitten. Ja. Nou, en als je daar goed in kijkt, en ook als je er wel eens als je aanstaat, en je houdt je hand erbij, voel je ook dat daar een stukje warme lucht uitkomt. Ja. Nou, dat stuk gebruiken we om dus dat lucht in te blazen. Oké, nou dat is het eigenlijk toch nog een bruikbaar product. Zeer zeker, want daardoor... trekken we eigenlijk het leven van de laptop eigenlijk een stuk langer door. Oké, en dat allemaal met een blikje lucht. Precies. Nou, mag je weer bedanken voor deze uitleg. Heel graag gedaan. En mensen, ook weer bedankt voor het kijken. Tot ziens.